Buen día. Daar is ze. Heb je goed gezwommen, hè, Tijk? Dit is toch echt het leven van mijn kindjes gewoon. Deze twee zijn niet te stoppen. Die zijn elkaar de hele dag aan het terroriseren. Want ik kan het niet meer aan. Tijk is nog even lekker Jingle Bell aan het zingen. En we zijn onderweg. Jingle Bell. Wat denk je? Kijk, eigenlijk was het vanaf ons maar 15 minuutjes of nou 13, max 15 minuutjes naar Schiphol. Maar ik wilde nog even mijn auto wegbrengen. En dat was dan 20 minuten rijden. 25. Rij ik dus helemaal verkeerd naar ons oude huis. Komen er nog 20 minuten bij. Dus ondertussen ben ik gewoon 45 minuten zo'n beetje onderweg. Terwijl ik er dus echt een kwartier vandaan woon. Van Schiphol. Nou. In ieder geval komt het helemaal goed. We vliegen pas om 2:30. Dus dat is wel echt een lekkere tijd. Dan heb je niet zoveel haast. Nou ja, in mijn geval natuurlijk wel. Maar nou, het gaat helemaal goed. De auto ligt helemaal op bommetje vol. Met knuffels, koptelefoons, iPads. Oh my god, ik ben mijn klaar. Het is echt heel erg. Nou ja, we vinden van straks nog wel wat op de... Zijn jullie er klaar voor? Ja. Doe je schoentjes aan, schat? Maar ik... Mimi. Knappe meid. Kijk nou jongens, dit is toch helemaal heerlijk. Weer even lekker genieten. Dit is nou echt het leven. Zo lekker. Kom maar, Pelle. Als ik hier weer zit, dan denk ik dat toe ik de hele tijd in Nederland elke keer weer terug. Dat vind ik ook heel erg leuk hoor. En het is voor mijn werk, dus daar ben ik echt super blij mee. Maar het is hier toch wel echt heel lekker. Zo jongens, ik heb geen idee welke dag het eigenlijk is. Heb je ook steeds in je schoen? Maar in ieder geval hebben we eventjes een croissantje hier gegeven. Nou, en de kids die zijn dus hier aan het spelen. In het speeltuintje heb je hier zo'n Daily France. Daarnaast is het natuurlijk altijd even lekker een croissantje en een koffietje. Bjorn is dus heel eventjes aan het werk hier in de mall. En dan gaan we dus naar, nou, ik weet dus even niet meer hoe het heet. Ik ga het zo meteen vragen. Maar dat is dus nieuw en dat heeft allemaal leuke gekleurde huisjes. Dus daar gaan we eventjes kijken. En dan moet ik nog even een nieuwe... autostoelen kopen, want die vorige autostoelen, daar zijn de kids een beetje te groot voor. En oh ja, en Jaylee komt vandaag gezellig spelen, de oudere zus van de kids, dus helemaal gezellig. Hoi! Woe! 1, 2, 3. Doet hij niet pijn? Oh, goed zo. Ik zeg altijd eerst voelen of het niet pijn doet. Omdat die dingen soms zo heet kunnen worden met de zon. Woehoe! We hebben even een kleine tussenstop gemaakt bij La Curaçao. Omdat we dan... we gaan even op zoek naar een zwembad. Want ik heb nog geen zwembad in de tuin. Maar het is toch wel lekker om af en toe even af te koelen. Dus daar gaan we naar op zoek. Kom maar, Mimi. In je buik. Ja, we gaan op zoek naar een zwembad, ja. Leuk! Leuk, hè? Ja. Nou, gaan jullie maar zoeken dan, of je een zwembad ziet. Ja, ik ga jullie helpen. Nou, we hebben het gevonden. Ja, schat. Oh, dat is een airco ook. Die lekkere warme lucht blaast. Koude lucht.
geeft een erg warme lucht hier. Kijk, ik denk dus zoiets. Snap je? Zo'n lekkere grote. Ja, die zijn wel top. Want zo'n kleintje heb je echt niks aan. Zo jongens, het is helemaal gelukt. Ik ben nog niet eens onderweg. En de kids slapen al. Maar we hebben echt een heerlijke auto. Dus dat is fijn. Nu kunnen we lekker gaan toeren. Het is wel vandaag Goeie Vrijdag. Dus alles is dicht. Maar ik denk dat ik eventjes ga kijken of zo'n bio open is. Dan kunnen we even naar zo'n leuke speelhal. Mal voor de kiddies. En even boodschapjes doen. Wat was het weer? Eten maken. Allemaal top. Zo. Daar zijn we. Alles is dus dicht, maar zo'n bio is gelukkig wel open. Dus we hebben Jaylee lekker opgehaald. En Quinn zei nog tegen mij. Nou, dat je mij vraagt om wat te doen, dat betekent dat je echt geen vrienden hebt. Dat klopt. Dus we zijn gezellig hier in de Sambio Mall. En we gaan natuurlijk weer naar Kiddies Park. Het is onze favoriet. Doei. Zo jongens, daar zijn we. We gaan eventjes naar 6, daar gaan we koffietje doen. We hebben met Bjorn afgesproken. Marcia, een vriendinnetje van mij. Okay, ja, zo lang ken ik haar nou ook weer niet, maar oké. Okay. Zij heeft ook iets van dezelfde leeftijd, dus dat is ook top. Zij is hier ook komen wonen. Ik zal nog even trouwens onze auto laten zien, want dit is toch een topding. Dit rijdt zo heerlijk. Die heb ik dus van de Vos Auto Verhuur. Kijk nou, wat een topding. Zo. En ik zal even vertellen, Taiki heeft een outfitje aan met vliegtuigjes erop van Pirillo. Dat is echt mijn favoriete kinderwebshop. Ja, twee vliegtuigen. Wauw, mooi schat. En Mimi heeft de House of Basics aan. Zo'n shortje. Ja, Mimi heeft een ketting. En er staat op. Taiki en Pirillo. Ja. Mogen we hem zien, Mim? Die is dus van verder en verder. Met haar naam. Gaan we lekker spelen op het strand? Ja. Goed zo, liefie. Gezellig, hè? Heb je het naar je zin? Ja. Oké, dan is mama blij. Ik heb eventjes mijn tas uitgestald hier op het strand. Want deze banaan zat onderin. Godzijdank. Nou, dit kwam er allemaal uit. Jammer. Cheers! Lekker sinaasappeltjes mee. Appeltjes. Dus ik kan lekker hard praten. Ik kan even lekker fruit maken voor de kids. We zitten echt hier naast een boel. Nou jongens, we zijn helemaal lekker aan het paasbrunchen bij Bliss the Berry. Kijk naar mijn lief. Wil je op de foto tijdje met de paashaar? Nee. Kijk Mimi, de paashaas. Kijk daar achter je. Daar. Kijk, ga maar zwaaien. Ga maar zwaaien dan. Dag paashaas. Oh, kusje. Dat is leuk. Ja, je bent cool. Ja. We zijn helemaal lekker hier bij het strand. Helemaal heerlijk. Dus wij zijn blij trouwens met zonnebrillen. Dus ook van zonnebrillen.com. En die van Taiki ook. Ja, de paas. En ik heb een jurk aan, een hele lange jurk. Die is van Louis Joe. Ik beantwoord het allemaal alvast voordat het later weer allemaal wordt gevraagd. We zitten in de auto. Ik heb net een extra kinderstoeltje gehaald. Nee, we gaan nog een rondje rijden. We gaan Brooklyn ophalen. Mimi slaapt natuurlijk weer. Dus we gaan Brooklyn ophalen. Kim is ook gearriveerd op het eiland. Dus super gezellig. Ze gaat vandaag eventjes werken hier. Dus ik heb vandaag 3 kids. Wel echt gezellig. Want
Hun zijn zulke vrienden, dat is niet normaal. Ik hoor alleen maar nog maar Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn. Dus dat is echt super gezellig. En ik ga dus vandaag naar zo'n bio weer, naar Kiddies Park. Kunnen ze lekker spelen en we gaan even boodschappen doen. En misschien nog naar een pannenkoekenrestaurant of zo. Eventjes kijken waar ze allemaal zin in hebben. Nou, Tijki wil in ieder geval niet naar het pannenkoekenrestaurant, hoor ik nu. Wil je dat niet? Nee. Wat wil jij dan doen vandaag? Brooklyn ophalen. Ja. Nou, dan gaan we dat lekker doen. Ja. Oh, ik huur dus trouwens mijn auto bij de Vos autoverhuur. Nou, dat is echt 4 minuten van mijn huis, dus dat vind ik ook top. En nou, ze regelen echt alles. Dus dan app ik van, kan ik nog een kinderstoeltje halen. Staat hier klaar. Het is echt top. Dus heel relaxed. Dus als je een autoverhuurbedrijf zoekt, dat krijg ik echt heel vaak in mijn DM namelijk. Dan moet je bij de Vos autoverhuur zijn. Ze hebben ook een Instagram, een website. Dus daar kan je zien welke auto's ze verhuren. Maar ze hebben echt mega veel. Dus ze hebben altijd wel een auto voor je. Jongens, het is weer helemaal gelukt. We zijn eventjes op het strand natuurlijk. Even lekker een ijsje en een koffietje hebben gedaan. Bij onze favoriete tent. Want hier is met dat speeltuintje dus altijd zo top. Gelukt. En nu gaan we lekker naar Chambuil, naar Kiddies Park. Zo jongens, nou we zijn er weer. Wij zitten alvast in de auto. En we wachten nog eventjes op de rest. En we gaan vandaag lekker naar het strand, naar Blue Bay. En ik draag natuurlijk een badpakje van mijn eigen lijn, Punto de Label. En ik had dit rokje gevonden. Dus die heb ik gewoon even aangetrokken. Geen idee waar die van is. Ben je er klaar voor, Mimi? Ben jij er klaar om lekker te gaan zwemmen? Ja! Hallo, goedemorgen. Oh, is Brooklyn verdrietig? Kom, we gaan hem troosten, hè? Kijk nou jongens, lekker. Brooklyn ligt lekker te slapen. De kids zijn naar achter. Helemaal lekker aan het spelen. Helemaal genieten, hè? Jullie vrienden zijn ook gezellig. En ik wilde dus eventjes beginnen met mijn nieuwe haarlijn aan jullie laten zien. Ik heb het nu namelijk voor het allereerst naar achter gekamd. En je ziet dus nu mijn haarlijn en mijn inhaal. Even kijken, was denk ik dus hier. En hier dus ook. Het lijkt nu een beetje schuin, maar deze kant heb ik wel strak gekamd en deze kant niet strak gekamd. En het is geen in één stuk recht, weet je wel. Het is gewoon echt een haartje, 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 haartje. Waardoor het ook nog wel natuurlijk gewoon uitziet. Ik ben hier zo blij mee. Mijn haar zit, zoals je hier ook ziet, nog niet lang genoeg om helemaal tot een staartje te doen. Want hier was natuurlijk helemaal weggehaald. Hè? Dus dit is helemaal nieuwe haarlijn. En helemaal nieuw haar dus ook. Maar ik plak het gewoon met een beetje wax zo. Of kan ik het tenminste nu al een beetje naar achter plakken. Want ik ben hier echt zo blij mee. Voor de mensen die het nog niet weten, heb ik dus een haartransplantatie gedaan bij Global Hair. In Nederland heb ik het gewoon laten. Mijn camera uit de auto gepakt omdat ik elke keer vergeet om te vloggen. We zijn lekker aan het ontbijten. Ik ben met de kids. Ik heb een jurkje trouwens aan van Nanette. Ik vind het zelf heel erg leuk met al die openingetjes. Ja? Ja, heb je de honing in je yoghurt gedaan? Lekker. Mimi heeft een jurkje aan van Pretty Low. Het is een hele leuke kinderwebshop.
ook. Ja, is het lekker? Heb je het ook in yoghurt gedaan? Ja. Oh nee. Lekker zeg. En dit is dus echt een topspot, want hier zit gewoon een speeltuin vandaag. Dus dat is echt lekker, want dan kan ik een beetje werken. Ze hebben heerlijke croissantjes, ze hebben sowieso lekker eten. En kids kunnen ondertussen spelen, dus dat is echt top. Oh. En zometeen ga ik wat doen met Kim en Blue, maar die zijn pas net wakker. Maar we weten nog eventjes niet wat. Dus we moeten nog eventjes bedenken. En Mimi de jurkjes ondertussen alweer vies. Zo snel kan het gaan. Mimi. Het moet in je mond, hè? Nee. Oh. Nou, we zijn dus lekker op het strandje. We zitten bij Cabana, helemaal gezellig. Komt lekker een flesje wijn aan. Helemaal genieten. Kindjes lekker aan het spelen. In Nederland nu allemaal liggen gewoon in de donker om 11. We zaten net te FaceTime met iemand die in Nederland woont. Met wie? Met diegene die dat nu weet. Die weet wel over wie dat gaat. Maar die lag met een deken over. Oké, expres geen naam zeggen. Nee. Onze best friend, maar geen naam zeggen. Die lag met een deken over zich heen. Lag hij gewoon heel jaloers naar ons FaceTime te kijken. Ja. Maar ja, logisch. We liggen daar in de kou. En wij zitten hier gewoon nog lekker aan het strand. Dat is toch echt genieten. Kijk dit nou. Zo, zo lief. Zo, we zijn hier dus nog eventjes bij Mambo, bij Chill. En het eten met z'n allen. Helemaal gezellig hier aan het strand. Hoe lekker is dit? Helemaal gezellig. Nou jongens, daar liggen we weer. Helemaal lekker. Helemaal los geniet. Dus nou, we liggen hier helemaal. Ik ga toch denk ik maar wel weer wat eten bestellen. Ik eet hier ook maar de hele dag door. Heb je wel voor mij besteld? Oh. Oh, ja. Goedemorgen. Wie is je vandaag jarig? Papa! Yay! Je wilt niet eten? Nee. Oké. Okay. Ook niet eten. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we niet eten. Lusten jullie geen taart? Hoera! Hoera! Nou, ik ga kijken of ik Kim even wakker kan maken, want die is natuurlijk weer laat gemaakt vannacht. Kijk. Ja. En die staat hier beneden in een appartementje. Dus ik ga hem even wakker maken. Jess en Wis zijn ook onderweg hier naartoe. En Sid is de autosleutel verloren. Dus dan gaan we met z'n allen in de achterbak bij ons. Nou, dan kunnen ze misschien vanmiddag hun auto weer ophalen. En we gaan lekker bij Number Tab ontbijten met z'n allen. Lekker een taartje eten voor Chris' verjaardag. Nou, daar is Jesse, denk ik. Ja, daar is Jesse en Baby Moys. Kom, we gaan naar beneden. Jongens, ik heb het helemaal vergeten te filmen, maar er werd helemaal gezongen voor Quinn. Ja, de taart wordt nu hier aangesneden. Ja. Hoeveel mensen zijn ze? Kijk nou hoe mooi dit wordt gedaan helemaal. Ja jongens, we hebben de hele dag helemaal lekker genoten op het strand bij Cabana. En Quinn is natuurlijk nog steeds jarig, dus we zijn heerlijk uit eten bij Harbor Hotel daarboven. En het heet Vapor. En kijk nou eventjes dit uitzicht. Echt tof. Lekker is hier. Ik heb hier
heftige radiozender aan. Maar, bon dia, ik ben eventjes alles aan het doen, want het is vandaag de laatste dag. Want Celine gaat naar huis met AC. Quinn gaat ook naar huis. Dus hij is nu nog eventjes naar de speeltuin met de kids. En ik ben dus eventjes naar de bank gegaan. Ik heb eventjes mijn KVK-formulier ingevuld, opgestuurd. En ik ga nu nog eventjes één koffertje doen en nog wat dingetjes dus regelen ondertussen voor hun toe. Dus ik ga eventjes hier achter bij een lekker koffietentje zitten. Ik heb mijn iPadje mee en dan haal ik de kids op. Dan vanmiddag wordt iedereen opgehaald en dan heeft Tijker vanmiddag zijn allereerste zwemles voor zijn A-diploma. Dus nou, dat vind ik ook echt super leuk. Helemaal zin in. Dus ik ben, ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij het zelf zal vinden. En het is heel erg leuk, want het is gewoon in de zee. Nou, dat vind ik zo leuk. Dus ik ben benieuwd. Zo, ik ben ondertussen eventjes aangekomen bij Mambo. iPadje lekker mee. En ik ga even lunchen bij Blisterberry met Celine. Want Celine gaat nu natuurlijk ook weg en de kids zijn nog met Quinn. Dus we dachten, hoe lekker, dan gaan we gewoon even lekker samen lunchen met z'n tweetjes nog. Voordat iedereen weggaat. Helemaal gezellig. Dus daarin neem ik jullie eventjes mee. Want die yoghurtbols zijn echt te lekker. En ook leuk is om te weten, is dat er morgen timmermannen bij mij thuis komen. Om alles op te meten voor mijn nieuwe inbouwkasten. Ik ga eventjes mijn gordijnen van Veneta, die heb ik genomen, ook allemaal eventjes ophangen. Dus we zijn lekker bezig. Ik heb een ontwerp laten maken voor de tuin. Echt een jaar geleden. Zo wat. Maar ja, ondertussen ben ik er helemaal van gedachten veranderd. Dus ik heb net Vincent een bericht gestuurd. En ik hoop dat hij een nieuw ontwerp kan maken voor mij. Want ik heb helemaal een nieuw idee. Dus de tuin is helemaal leuker zoals het nu is bedacht. Maar ik wil het toch even anders. En ik hoop dat dat lukt zo snel mogelijk. Zodat ik de aanvraag voor de bouw kan doen. Omdat ik een nieuw appartement erbij wil laten bouwen. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje snel kan. Want dan kan ik nog de aanvraag hier. Ik weet niet hoe dat heet hoor, waar je die aanvraag doet. Maar zij gaan dan kijken van oké, zijn de oppervlaktes goed? Is er wat je bouwt, is dat goed? En weet ik veel wat. Dus daar gaan we even naar kijken. Dat ga ik allemaal doen. Dus ik neem jullie gezellig daarin mee. Daar is ze. Dat is een mermaid. Kijk nou, dit is dus die bol die ik bedoel, jongens. Dit is echt top. Deze heet de Pink Mermaid, toch? Ja, Pink Mermaid. Dit is echt de beste. Zo lekker. Nou jongens, Tijkie is begonnen aan zijn eerste zwemles. Natuurlijk weer drama. Hij vindt er niks aan. En ik zit hier achter de kinderwagen gestopt. Want het is beter als je mij niet ziet, want dan wordt het alleen maar erger. Ja, die auto van hem, die moest ook weer per se mee natuurlijk. Graafmachine. Maar het gaat goed, hij gaat steeds verder. Waar ook op een steekje zit. Nou jongens, ongelooflijk. Mimi heeft geen les, maar die is er ook gewoon bij gegaan. Zo, helemaal schelpjes gevonden. Hoe vond je de zwemles, Tijkie? Leuk. Echt? Wat goed van jou. En je kon het zo goed, hè? Gaan we morgen nog een keer? En Mimi ging ook, hè? Ging ook op zwemles. Kijk nou, jongens. We zijn hier bij 6 en kijk naar deze prachtige lucht. Het is echt zo mooi. Ja, ik ben ook. 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 Ik ben ook.
Colombia, daar zijn we weer. Vandaag is zwemles nummer 2. Tijk, heb je er zin in? Ja, mama. Ja, mama poepie. Ja. We gaan dus weer zwemmen hier in de zee. Superleuk. Tijk, die heeft er zin in. Ja, mama poepie. Kijk maar, het gaat helemaal goed. Goed zo! Ja, goed voor jou! Wow! En Mimi ligt heerlijk te slapen. Die wilde zo graag meezwemmen, maar het was hartstikke mooi. Nou jongens, daar zijn we weer. We zitten even bij Papagayo, want daar is het zo top. We hebben nieuwe vrienden gemaakt. Tijk is lekker aan het zwemmen, hè Tijk? En ik heb hier dus een heel lief meisje bij me liggen die ik eigenlijk niet ken. Maar ze kwam zo heerlijk bij me liggen en een flesje drinken. Dus dat is helemaal schattig. We gaan nu eventjes lekker eten en drinken. Jullie zijn er helemaal bij, lekker in het water. Mitchie is er ook gezellig. Hey Mitchie. Hey. Mitchie van de blok. Ja, is het gezellig met je nieuwe vriendin? Nee, ga maar aaien. There we are. Kom maar kindjes. Sausjes, korntjes, appelmoesje voor de kiddies. Nog wat frituurvet. Jongens, als ik dit dus zie, moet ik dat weer proberen. Oh, maar ik heb toch hiervoor gekozen. Love it. En hoe lekker is deze speelhoek? Dit is toch top, maar. Zo, die zijn weg. Dan ga ik eventjes lekker frietjes pakken. Mama is klaar. Gaan jullie mee? Je wil niet mee? Mimi mee? Nou, wij zijn geslaagd. En de kids ook weer blij. Vandaag is de derde zwemlesdag van Tijki. Dus daar gaan we naartoe. De kids zijn al helemaal ready to go. Oh. En Lily, de moeder van Jaylee, die moet werken. Dus ik ga nu eerst eventjes Jaylee thuis ophalen. Want die is dan de hele dag bij ons gezellig. Ja, liever. En dan gaan we nog eventjes lekker naar het strand. Nou, helemaal gezellig dagje weer. Zo, daar gaat hij. Hey. Rondje met je armen. Zo jongens, daar liggen we weer. Ga ik weer op die vlog? Op het vlogje. Vandaag jullie laatste dagje. Ons laatste dagje, maar niet ons laatste dagje. We komen altijd weer terug, hè? Ja, zo is dat. Wanneer? Nou, we waren de laatste keer 3 maanden geleden, dus nu hoop ik... Ik wil eigenlijk mijn verjaardag hier vieren. Wanneer ben je jarig? 25 augustus.
Nou jongens, we zijn lekker op het strand. En kijk nou, ze zijn weer helemaal gewend. Ja! Ja, mama gaat alles openmaken. Thanks to Oom Pie. Zo jongens. Ik zal even de airco uitzetten. Heerlijk dagje met de kiddies. We gaan eventjes een lekker vers sapje halen. En de kinderen willen de hele tijd naar een speeltuin. Die ze steeds zien als ik er voorbij rijd. Dus daar ga ik eventjes naartoe. Daarna langs bij de boekhouder hier. Dat was het. Verder zien we het wel. Geen idee. Ik moet nog wat dingetjes doen voor werk. Dus dat ga ik zo meteen lekker in de speeltuin doen. In de airco. Helemaal top. Thank you. Heb je zelf je mixje gekozen, hè? Ja. Je eigen smaak van watermeloen. Kijk, die meneer gaat het nu maken. Kan je daar kijken? Nee. Neem maar een slokje. Zo lekker dit. Vind je het lekker? Goed zo. Heb je helemaal zelf gekozen, hè? Watermeloen met banaan. Ja. Een slokje proeven? Of niet? Die is lekker. Zo, die is echt lekker. Heb je goed gekozen. Nou jongens, ik had lekker een meeting van Huntu. Ondertussen wil ik even wat afkijken hoor. Dus we zijn weer lekker in de speeltuin. En kijken wie er bij mij is. Influencer hoor, deze. Die moest ik even opnemen. Huh? Hallo iedereen. Lekker dan, ben je op Curaçao, zit je nog in de speeltuin? Zo, echt hè? Ja, maar wel gezellig. Zo jongens, daar zijn we weer. Oh, babydekentje. We gaan eventjes eten bij de heren in Zuidkantijntje. Lekker met de kids en Jill komt ook. Fabienne komt. Helemaal gezellig. En je hoort het al helemaal, zangertje. Het is helemaal gezellig hier. Ja? Wil je niet in de wagen zitten? Lopen. Wil je lopen? Ook. Ook lopen? Ja. Oké dan. Nou, ik kan helaas niet te veel vloggen. Want ik kreeg vandaag al een berichtje van mijn lieve vlog-editor. Kan je alsjeblieft stoppen met vloggen bij de box? Want dat kan ze natuurlijk helemaal niet gebruiken. Waarschijnlijk dit ook al niet. Zo jongens, we zijn weer thuis. Kijk nou. Dit ziet er toch te leuk uit zo. Als ik zo in de avond naar mijn huis rijd, dan denk ik echt wauw. Bon dia! Zijn jullie klaar voor de zwemles? Wat een enthousiasme weer. Goedemorgen jongens. Het is vandaag... Ik heb geen idee welke dag. Maar we gaan in ieder geval weer naar de zwemles. Tijk had gisteren geen zin, dus ik ben benieuwd of hij vandaag wel zin heeft om te zwemmen. Gisteren hebben we dus de les ook niet gedaan. Dus we gaan het vandaag weer opnieuw proberen. Daar gaan we weer. Zwemles nummer 3. Wil je toch wel zwemmen? Dat mag. Oké, kom daar hoor. Open, dicht.
Helemaal trots. Zo schattig. Dankjewel. Lekker kindjes. Zo jongens, nou, de zwemles is ondertussen al een tijdje klaar. En je hoort Tijkje al lachen. Ik zou dus eigenlijk al gaan, maar ze hebben echt hele leuke vriendinnetjes gemaakt hier op het strand. Meiden van 10 en 12, nou, ze zijn echt zo leuk aan het spelen, dus ik ben alweer anderhalf uur verder. Maar ze vinden het helemaal geweldig. Het is zo leuk om te zien. En ook dat ik hier dan zit en dan denk ik, ja, dit is toch echt het leven van mijn kindjes gewoon. Het is woensdagmiddag. Ze hebben lekker zwemles gehad, toen een toestietje gegeten. En nu zijn ze gewoon lekker zandkastelen aan het bouwen en aan het zwemmen in de zee. Dat is toch heerlijk. In plaats van binnen zitten in de kou. Kijk nou hoe leuk. Ja, is iets te weten. Zo, we zijn lekker aan het eten. En mijn kinderen hebben weer chips voor gratis. Dat is ongelooflijk. Je bent de poepie. Zo jongens, daar zijn we weer. Ik had net lekker hier lekker een interview al. Lekker gewerkt. Kijk nou jongens, dit is toch het leven. Samen lunchje, hè? Ja. Wat ga je eten vandaag? Pasta. Pasta. En ik heb een durfmoedpasta met gambas. Deze is zo lekker hier. Wat doe je nou hier? Nee. Lekker. Nou, Tijkje heeft eerst mijn garnalen lekker opgegeten. Hé, Tijkje Jolo? Nee. Deze twee zijn niet te stoppen. Die zijn elkaar de hele dag aan het terroriseren. Het is echt verschrikkelijk. Ik kan niet meer aan. Ik word er helemaal moe van. Even een zuur moment. Alleen al dat overkopje. Nou ja, ik ga in ieder geval een rondje rijden en ik hoop dat ze gewoon allebei in slaap vallen. Want ik kan het niet meer aan. Tijkje heeft wel zwemles gehad vandaag. Dat ging in ieder geval heel goed. Dus daar ben ik blij mee. Opa, Lusjes man is weer aan het klussen. Die heeft alweer wat gordijntjes opgehangen. Twee gordijntjes in 3 uur tijd. Dus dat is top. Mama, mama loopt hier weer. Mama. Ja, schat. Ik wil de wind niet horen. Oh, kan je de wind niet horen? Buen dia, buen dia, buen dia. Buen dia, buen dia. Buen dia, buen dia. We zijn weer lekker naar de zwemles. En mijn vlogcamera zit echt helemaal vol zand, dus ik vind het nog steeds een wonder dat hij nog steeds filmt. Bon dia. Kids hebben er zin in, dus dat is altijd top. Oh ja, trouwens, deze Gucci zonnebril is van zonnebrillen.com. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Nou, zij zien natuurlijk weer wat in de winkel hier. Kom kids, we gaan zwemmen. Ja. Wil je niet zwemmen? Oh. Goed zo. Wijken open en dicht.
Buigen, open en neer. Oké, zelf doen we het. Doe maar. Buigen, buigen, open en neer. Doe maar met je benen. Buigen. Buigen. Buigen, doe langer. Buigen, open en neer. Open en neer. Oké, jongens, ik ga jullie eventjes een verhaaltje vertellen. Want ik was dus net op het strand bij de zwemles van de kids. En toen kwam er dus iemand naar me toe die zei: hey Jenna, ja, mijn vrouw volgt jou al een tijdje. En die vrouw kwam er ook bij, gekletst, gezellig. En toen zei ze: ja, wij zitten ergens maar met kakkerlakken. En jij verhuurt toch ook appartementjes? Dus ik zei: ja, nou, dat klopt. Uiteindelijk zijn ze met me meegegaan. Hebben ze hun koffers neergezet. En zitten ze dus lekker bij mij beneden. Een gezin dus, met twee kinderen. Echt superleuk. Dus zie maar hoe dat kan gaan. Zit je gewoon op de zand en in één keer heb je weer mensen in je appartement. Dus nou, helemaal gezellig. Dus zij zitten er de komende 12 dagen. Dus bijna 2 weken. Helemaal gezellig. En de kids zijn in slaap gevallen. Oh, nu wordt het klein. Ja, dat is zo. Dus ik dacht, ja, ik ga eventjes ondertussen hier bij dit supermarktje even snel naar binnen. En daar heb ik dus dit gehad. Het zijn echt mega grote blikken. Maar ik vind deze blikjes dus zo ontzettend leuk. Dit staat toch enig in je koelkast. En ook deze. Mucho mango. Geen idee hoe het smaakt, maar ook deze vond ik helemaal leuk en gezellig. Deze vind ik wel lekker, maar die was er niet meer in het groot. Ik vind die blikjes dus zo gezellig. En ik heb ook maar eventjes lekker Colita genomen. Colita! Want iedereen zegt, dit moet je drinken. Ik ben normaal zelf niet echt heel erg van frisdrankjes, maar ik denk, ja, hè, ik moet het toch maar een keer drinken. Dus dat was het. Verder een beetje vuilniszakken, melk, chippies, mazana. Mazana, ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Ik ging dus eventjes naar Kooiman, een Building Depot, want ik had allemaal bakken nodig en bijt en schuurpapier, weet ik veel wat allemaal. Want ik ga mijn bankjes die ik in de tuin heb staan even helemaal schoonmaken, schuren, opknappen en in de bijt zetten, maar alles is dus net dicht. Het is ook zondag, dus ik had überhaupt al niet heel veel verwachtingen. Maar zo leuk, bij Kooiman heb je dus een drive-thru. Je kan gewoon die winkel binnenrijden. Je kan gewoon lekker zitten en zeggen wat je nodig hebt. Nou, ik hou ervan. Je hebt hier echt bijna alles in de drive-thru. Het is zo top met kids, want je kan gewoon in de auto blijven zitten in plaats van dat uit die auto, in die auto. Love it. Drive-thru is echt geweldig. Dat zouden ze overal moeten hebben. Hallo. Zo, we zijn ondertussen even bij de Eden Mall. Hallo. Gaan we even naar deze speeltuin. Eindelijk open is. Ja. En die is echt altijd pas om 11 uur open. We zijn er. Komt ie, Mimi. Jongens, daar zijn ze. We hebben gisteren ijsjes gemaakt. Deze. Vind je het lekker, Tijk? Vind je het lekker? Die moet weer terug in de vriezer. Mimi. Mama. Mama. Lekker? Mama. Ja, schat. Ben ik onderweg naar de zwemles. En dan staan er dus twee auto's op de weg. Eén op de linkerhelft en één op de rechterhelft. En die staan gewoon lekker met elkaar te kletsen. Dus één auto gaat er al langs voorbij. Die rijdt dan over de stoel.
En de ander ook. Ik denk, ja, ik doe dat ook maar. En ja, ze kijken gewoon van, hé, hey, een beetje goedemorgen. Maar het is hier echt de normale zaak. In Nederland zou iedereen toeteren en ik wil er langs en aan de kant. En hier denkt iedereen gewoon, oh, dan ga ik toch weer de stoel. Prima. Gaan jullie lekker kletsen. Ik vind dat dus zo geweldig. Maar in ieder geval gaan we dus nu naar de zwemles weer. Daarna, sorry hoor, trouwens voor die airco, maar ja, dat maakt gewoon een geluid. Daarna ga ik naar Celicor om dus extra vuilnisbakken aan te vragen. Ik heb er 3 extra nodig. Zodat ik gewoon voor alle appartementen een eigen heb. Ik weet niet, ik moet van alles doen. Ik ga kijken of ik jullie mee kan nemen in ieder geval. Ja, tuurlijk. Kijk, ga lekker een beetje ontspannen. Zijn nog mama, vandaag ben ik een prinses. Nou, hou dat vast, meid. De rest van je leven. Geloof in jezelf. Hey, Miem. Oh, ja, hier. Oh, lekker zonnetje. Zo, lekker bakken. Zo, even kijken. Oh, ja, hier ben ik. Nou, helemaal lekker hoor. Genieten. Zo, wat ga ik verder eens doen? Oh, ja, nee, ja. Oh, ik heb toch zwemles. Even vergeten, daar gaan we. Zo leuk met golven. Kijk, je kan zo'n drama queen zijn. En heeft ze weer wat nieuws bedacht, dat er dus geen water in de ogen kan komen. En ja, als je onder water gaat, dan krijg je dus water bij je oog. Hij had die gewoon zijn ogen doen. Oké, jongens, Mori die zei, je moet echt een broodje halen bij die Vanessa. Dus kijk, het is hier op de Karakterplein. Dus daar zijn we nu. En dan gaan we een broodje ei met kaas halen. Zoiets. Lekker? Lekker? Goed. Oh, dit is dus het heerlijke broodje. Ei, kaas, sucuk, sla en saus volgens mij. Goedemorgen jongens. Ik ben bloedjes chagrijnig in ieder geval. En het is duidelijk dat het eigenlijk mij helemaal zat is. Oh, het is echt verschrikkelijk. Ze zijn alleen maar ruzie aan maken met elkaar dit jaar. En hij heeft vanochtend nog zo bam in de tv geslagen. Hij heeft zijn melkfles kapot gegooid op de muur. Hij heeft een iPad kapot gegooid. Hij heeft een blokje naar mijn moeder hoofd gegooid. Dus die heeft helemaal bijna in haar wang. Dat is helemaal aan het bloeden. Ik word er niet goed van. Ik vind, heb ik 10 keer gebeld. Die neemt ze ook niet op. Maar ik dacht, ja, ik doe echt mijn ticket om. Ik ga nu naar Nederland. En ik drop ze mijn krim, want ik ben het helemaal zat. Maar we gaan in ieder geval weer naar de zwemles. Ze zien er zo lief en schattig uit. Ze zijn ook heel lief hoor, maar oh my god. Die is echt een kopie van mezelf. Lekker band in plaats. Wat goed! Dus je moet, hij moet nu zelf werken, hard werken. Goed, kom. Adem. Benen. Nee, dat ga ik niet doen. Kijk jongens, tussendoor hebben we eventjes een meeting met Far, Deel en Jess. Helemaal gezellig. Hey Deel, jij komt er ook op, hè? Klopt. Ook nou, ja, tuurlijk. Gezellig. Zo, nou, we zijn net weer eventjes bij de klusjesman geweest. En we hebben lekkere broodjes gehaald, Johnny Cake bij E Johnny Cake.
eventjes. En welke heb jij gekozen, Taiki? Appelsap en? Nee. Tonijn. Dit is zo lekker. Oh, mijn klink. Daar wordt er nog eentje bakken. Ja. Vind je lekker? Goed zo. Jij ook? Ja. Goed zo. Ik kan nog wel hier op de auto. Ja. Hier. Nu gaan iedereen tanken. Zo jongens, we zijn ondertussen weer in Holland. Op het strand. Dit is een keer van lekker spelen met mama. Geen steden, dus we kunnen zo in het water lopen. We zijn dus naar Boase geweest. Super relaxed. Ik hou er echt van, lekker rustig. Nou, we hebben allemaal leuke dingen gedaan. Waar ben ik beland? Nou ja, ik ga nu in ieder geval werken en ik sluit de vlog eventjes af. Dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie volgende week gezellig. Bedankt voor het kijken.